Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, start binnenkort met de introductie van het nieuwe ID-kaartsysteem. In dit kader is het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, begonnen met het informeren van alle bureaus voor burgerzaken over het nieuwe ID-kaartsysteem en de elektronische ID-kaart of eID. Vandaag is een infosessie over de introduceren ID-kaart en ID-systeem. De bureaus voor burgerzaken die hebben een heel belangrijke rol te vervullen binnen dit systeem. Dus het is toch wel heel belangrijk om hen op de hoogte te stellen van wat gaat komen en wat van hen verwacht. Het is eigenlijk een introductie van het nieuwe systeem, de nieuwe ID-kaarten, hoe het allemaal eruit ziet en de verschillende procedures die eigenlijk van toepassing zullen zijn bij dit systeem. Hoe ze moeten werken en in combinatie met CBB, etc. Dus dat alles proberen we dan een beetje fijntjes uit te leggen. Het is nog niet op dat niveau van een training waar echt op details zal worden gelet, maar in algemene lijnen van hoe alles in elkaar gaat zitten en wat van hen verwacht wordt. Voor alle bureauhoofden en hun personeel. We beginnen eigenlijk vandaag met de bureaus die we eigenlijk in de eerste fase zullen gebruiken voor de introductie, toch? Waar we de eerste ID-kaart zullen maken. We hebben 7 bureaus geïdentificeerd, verspreid over min of meer het hele land. En die zullen dan de eerste zijn die de aanvragen zullen opnemen van de nieuwe ID-kaart. Bij de eerste sessie, die in september heeft plaatsgevonden, zijn de BVB's Centrum, Flora, Meerzorg, Lelydorp en Mungo aangedaan. Zij zullen de spits afbijten bij de start. Ook zijn alle BVB's in Ikeri en Koroni geïnformeerd. Die van Groningen, Combe, Latour en Atjoni komen heel binnenkort aan de beurt. Bij het Bureau Intellectuele Eigendom, BIE, welke belast is met de uitvoering van taken betreffende de intellectuele eigendom, is het Change Management Project uitgevoerd. In grote lijnen gaat het erom dat we daarna gaan in hoeverre BIE klaar is voor de vele veranderingen die zich aandienen. We denken voornamelijk aan de nieuwe wetgeving waarbij BIE ook verantwoordelijk zal zijn, niet alleen voor merkenregistratie, maar ook het verlenen van diensten op het gebied van andere intellectual property right diensten zoals traditional knowledge, GI, patent, etc. En natuurlijk moet die organisatie daarvoor worden klaargemaakt. Het mooie hiervan is dat dit change management project niet los gezien kan worden van andere initiatieven binnen het ministerie waar BIE bij betrokken is. Een van ze is een quality management traject waarbij BIE gaat door een certificeringstraject. Dus met andere woorden, we maken BIE klaar, ook voor het certificeringstraject. En als BIE is gecertificeerd, dan zijn er verschillende zaken die maken dat je steeds een audit hebt. En waarbij het behouden van de kwaliteit en steeds verbeteren daarvan deel moet worden van de cultuur, van de DNA van BIE. Een van de veranderingen is ook bijvoorbeeld het nieuwe systeem, het informatiesysteem, IPAS-systeem. Het is een online systeem voor merkenregistratie. Dat betekent dat het publiek ook online informatie kan opvragen over geregistreerde merken, etc. Dus dat is wat betreft het gedeelte van de automatisering. Verder wordt er nu ook een helpdesk opgezet, waarbij er een
representatieve Bali-functie wordt geïntroduceerd. Om een beeld te krijgen wat men van BIE verwacht, zijn er diverse consultaties gehouden en workshops verzorgd, als ook het trainen van het personeel. Bij de training hebben we vooral gehad over ondernemerschap, over innovatie, over teambuilding, over creativiteit en omgaan met externe druk, leiderschap. Dus dat zijn een paar trainingen die zij verzorgd. En bij de coaching sessies zijn we dieper daarop ingegaan, ook op het niveau van het individu. Van wie ben je als persoon, wie ben je als ambtenaar, wie ben je als B-medewerker, wat verwacht je van jezelf, wat verwacht je van de toekomst, zodat de mensen ook gemotiveerder het werk kunnen doen. Jaarlijks wordt op 16 oktober Wereldvoedseldag gevierd. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is Our Actions Are Our Future. A Zero Hunger World by 2030 is Possible. Als lidland van de FAO herdenkt ook Suriname jaarlijks Wereldvoedseldag, waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij als hoofdverantwoordelijke voor de agrarische sector in ons land een zeer belangrijke rol vervult. Zoals jaarlijks gebruikelijk is, organiseert de werkgroep een aantal activiteiten. En de meeste activiteiten doen we met kinderen, in het bijzonder met kindertehuizen. We hebben dit jaar het kindertehuis Matuku geadopteerd. En de bedoeling van de adoptie is dat het tehuis een tuin mag opzetten. Ze hebben al reeds een tuin, maar ze hebben extra aandacht van ons. En dat ze dus een jaar lang begeleiding van het ministerie krijgen om, het een en ander te doen in de tuin. Hoe moeten ze oogsten, wanneer is het de tijd om te bemesten en dergelijke. In het kader van Wereldvoedseldag organiseert het ministerie tal van activiteiten die vanaf 8 oktober 2018 van start gingen. De activiteiten werden afgesloten middels een cookout op het terrein van het ministerie. Diverse afdelingen gingen aan de slag in hun geïmproviseerde keukens om voedsel te bereiden en ten verkoop aan te bieden. De opbrengsten daarvan gaan naar een sociaal doel. Als het ministerie een beroep op ons heeft gedaan op de coöperatiequota, dan zijn we ook ready voor hoe pijnlijk het is, van waar wij de groenten halen of wat, dan zijn we daar ready voor. En we zijn het ministerie van LVV ook, vooral de minister, heel erg dankbaar dat hij ook agrarische coöperaties bij betrekt. De minister heeft het zo net gezegd, dat de private sector ook bij betrokken moet worden. Het is niet zo dat het ministerie alles moet doen. Het ministerie van LVV zet zich dagelijks in voor de agrarische sector. Gelet op de sociaal-economische ontwikkelingen in Suriname en de internationale markten is het voor het ministerie van groot belang te kijken hoe zij op een duurzame manier de armoede en hongersnood in ons land kunnen terugdrijven. LVV werkt ook mee aan A Zero Hunger World by 2030. Het ministerie doet een gebaar op deze manier om het belang te benadrukken nogmaals. Er zijn ook gereedschappen, die een pakketje aan gereedschappen. Dat is de andere kant van de medaille. Hier is het al van het veld, ready na het gekookt te hebben om te consumeren. De andere kant van de medaille is, die gereedschappen zijn nodig om te blijven produceren. Want nogmaals, we gaan richting een situatie van zero honger. Geen honger dus. Die gereedschappen zijn belangrijk. Voor dit moment gaat u wat hier is,
moeten consumeren om gebruik te kunnen maken van die energie, om die gereedschappen in te zetten en over te gaan tot productie. En het is duurzaam, lange termijn, zodat u eigenlijk in uw eigen behoeften kunt voorzien. Die gereedschappen hebben die betekenis. Dat u heeft altijd hulp nodig, dat begrijpen we. En waar wij kunnen inkomen, zullen we dat doen. Ik denk dat de private sector ook een belangrijke rol moet vervullen om dit soort organisaties te ondersteunen. Maar nogmaals, die gereedschappen zijn er om op zijn minst in een deel van uw behoeften zelf te kunnen voorzien.